Laat ons wel wezen, door de uiterst zwakke reactie van de commissie op de gebeurtenissen in Turkije is de EU totaal ongeloofwaardig geworden. De EU wordt op een pijnlijke manier voor schut gezet door de islamistische regering van Erdogan, die alle krediet blijft krijgen en tegelijkertijd ook alles doet dat strijdig is met de voorwaarden om te kunnen toetreden tot de Europese Unie. Als ik mevrouw Ashton en de linkse collega's hier hoor, dan vormen de systematische schendingen van de mensenrechten juist een argument om de Turkse regering te belonen en nieuwe hoofdstukken te openen in de onderhandelingen. We moeten dringend af van dat soort kromdenken. Bij het begin van de onderhandelingen werd gezegd dat die onderhandelingen op elk moment zouden kunnen stilgelegd worden als zou blijken dat Turkije niet voldoet aan de voorwaarden. Wel nu, wat hebben we nog meer nodig eigenlijk? Het niet-Europese Turkije voldeed zelfs niet om zelfs nog maar te beginnen met de onderhandelingen. Wel nu, die onderhandelingen moeten stilgelegd worden, die moeten nu stilgelegd worden en definitief. Dank u.